Een hele goede middag. Het is 14 oktober 2010. De winterprognose is net gelanceerd. De winterprognose 2010 tot 2011. En ik ga toch wel voor een gereden kans op een flink koude winter. Terwijl het kabinet Rutte 1 net beëdigd is, lijkt het weer in Nederland toch wel steeds somberder te worden. Ik hoop niet dat dat symbolisch is trouwens. Maar goed, somberheid troef buiten. Ik zag hier net wat motregen naar beneden komen. In aardappelland en ook in uienland is men druk bezig de boel binnen te halen op dit moment. Men is hard bezig in het land en we moeten een beetje opschieten, want er komt weer regen aan en veel ook. We kijken alvast maar even naar de dag van morgen. Dat is echt een regendag dat begint in het noordwesten van het land en die regen breidt zich geleidelijk uit over de rest van Nederland. Het is regen van betekenis. Op veel plaatsen kan zo'n 5 tot 10 mm naar beneden gaan komen. Dus dat is 5 tot 10 liter op iedere vierkante meter en de grond is op veel plaatsen nog steeds heel erg nat. Dus voor het restant van de oogst, de aardappelen met name, wordt het toch nog wel lastig op de korte en ook de middellange termijn. Want ik zei het al, er komt veel regen aan. Ik heb net even de neerslagcijfers van de vrijdag genoemd. Maar we zijn er dus nog niet, want volgende week kan er cumulatief 30 tot 50 mm gaan vallen. Ik moet trouwens nog even opmerken dat het tot zaterdagmiddag kan blijven doorregenen. En dan met name in het zuiden en zuidoosten van Nederland. In het noordwesten komen de opklaringen als eerste aan land. In de loop van het weekend knapt het weer op. We krijgen de zon regelmatig te zien. De temperaturen blijven toch een beetje aan de lage kant met overdag 10 tot 11 graden. Vanaf komende maandag opnieuw dagdelen met veel neerslag. Dat verwacht ik. Ik zeg het nu geloof ik voor de derde keer. En dat komt allemaal door een koude bovenlucht. We zien een actieve depressie vanuit Scandinavië, eigenlijk vanuit Noord-Europa, afzakken naar de Noordzee-regionen. En die depressie blijft min of meer bivakeren boven het midden- en noordelijk gedeelte van die Noordzee. Samenhangend met die depressie krijgen we een koude bovenlucht gedurende een aantal dagdelen en dan moet je denken aan een temperatuur op 1500 meter hoogte die kan dalen tot min 5 graden. Nou, en dat zijn de temperaturen waarbij je al zou kunnen gaan denken aan zelfs wat natte sneeuwvlokken. En ik sluit dan ook niet uit dat in Hoog-Nederland op sommige plaatsen zelfs wat natte sneeuwvlokken kunnen worden gesignaleerd in de loop van de komende week. Terloops krijgen we nog een koude nacht, dat is de nacht naar zondag. En in het zuidoosten van het land wordt ook de nacht naar maandag nog koud met algemene nachtvorst. Afgelopen nanacht gaf Twente min 4 graden door op het niveau 10 centimeter. Dus vlak boven de percelen in Oost-Nederland heeft het plaatselijk 4 graden gevroren. Nou, en dat gaf ik afgelopen maandag hier op boerenbusiness.nl al aan. Ook in de nacht richting zondag en misschien richting maandag, ik zei het net, in het zuiden, zuidoosten van het land, is er kans op min 4 tot min 5,5 graad op 10 centimeter hoogte. De temperatuur, de minimale temperatuur in de weerhut, dat is dus op 1,5 meter hoogte, kan in de regio Twente dalen tot min 2,5 graden. Dus we kunnen toch wel gaan spreken van pittige nachtvorst. Nogmaals, het is een regionale aangelegenheid, hoewel in de nacht naar zondag is het ook in het midden en westen van het land rond het vriespunt gedurende de nachtperiode. En tot zover het weer op boerenbusiness.nl. Ik wens iedereen alvast een goed weekend